Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik Di Maria vrij spelen. Hij heeft een hele goede kaart. Hij heeft ook betere statistieken dan Neymar. Hij is ook 800k goedkoper dan Neymar. Alleen Neymar heeft 5 star, 5 star. En Di Maria heeft 5 star. Skill moves en 2 star weak foot. Maar ik gebruik Neymar ook over de zijkanten. En dat is eigenlijk best wel zonde aangezien hij super lenig is. Dus ik denk dat ik hem Di Maria eerst probeer op rechts midden. Want die heeft dan een groene link met zijn net hier, dus hij komt wel op 17 geweest. Maar ja, sowieso een chique kaart. En dan vind ik hem daar heel goed. Dan verkoop ik Neymar en haal ik wat anders op rechts midden. In ieder geval, je krijgt hier een 35k pack voor. En dit is voor mij een 12,5k pack of zo. Maar deze heb ik in ieder geval ingeleverd. Hiervoor hoef ik niks voor te betalen. Deze spelers heb ik allemaal gekregen uit de vorige pack opening. Behalve Ellie, die is natuurlijk fit champions. Allemaal niet veranderbaar. Dus dat is natuurlijk hartstikke lekker. Op Futbin kost hij 88k. Plus megapakket, nou laat ik zeggen 80k. En hopelijk zit er wat leuks in. Nee, dat helaas niet. Maar hey, dus hebben we net ingeleverd, maar dat is helemaal niet heel erg. Want je kan niet altijd pekkelijk hebben. Oké, jongens, dan is dit de volgende SBC. Ook helemaal aan mijn club. Staat dat 40k kost. In totaal 136k. Nou ja, ik heb dit helemaal aan mijn club. Met een paar niet veranderbare zoals jullie zien. Ze zijn best wel veranderbaar, maar er zijn ook een aantal niet veranderbaar. Dus ja, dat is lekker. Ik krijg nog een zeldzaam gemengd spelerspakket. Wat natuurlijk niet geweldig is, maar wat ik wel gewoon aan jullie laat zien. Hier is hij, Di Maria, met 90 snelheid. Hij had 87 schieten. Ik krijg geen animatie te zien, maakt niet heel veel uit. 86 pasen. Lenigheid 98. Super lenig. Schotkracht goed, afstandsschoten goed. Echt een hele zieke kaart. Ja, Neymar is ook gelijk 100k naar beneden gedaald. Wat ik ook wel begrijp. Dan zijn we 12 zeldzamen met 4 goud, 4 zilver, 4 brons. Je weet nooit wat je eruit kan krijgen. In dit geval is niks. Maar je hoopt toch wel op minimaal een 25k pakketje of zo. Ik ga momenteel 12 om 3, waarvan 2 helaas verloren met penalties. Maar dat is niet anders. Dan zet ik hier mooi die Maria neer. Zo. Als ik hem nog even een linksbuiten naar linksmiddenkaartje geef. Eens kijken. Hier al komt hij op 6. En als je 10 potten speelt, komt hij op 7. Oh nee, hij is natuurlijk al gepakt. Dan moet ik hier even een Argentijnse codes inzetten. Dat heb ik vast wel. Hier al Simeone. Hier, dan staat hij op 7. En dat doe ik ook nogal van de league. Dus even kijken. League, Frankrijk. Zo. Staat hij toch nog op 7 chemistry. Dus ja, dat is wel heel ziek. En als ik hem vergelijk met Neymar, is Neymar eentje sneller. Eentje meer pasen, wel 4 meer dribbelen. Maar het fysiek van die manier is 12 beter. Schieten is 2 beter. Dus ja, het scheelt niet heel veel natuurlijk. En het verschil is 800k. En dan kijk je naar de in-game stats. Dan heeft Neymar minder in-game stats dan Di Maria. Versnelling is Neymar even wat sneller. Sprintsnelheid Di Maria. Positie aanval is Di Maria beter in. Afmaken ook. Oh nee, iets minder. Schotkracht van die manier is beter, veel beter. En afstandsschoten beter. Volley is wat minder. Strafschop wat minder, oké. Okay. Pasen, beetje hetzelfde. Hij is nog leniger. Selectievermogen en balbeheersing iets minder. En zijn dribbelen natuurlijk. Ja, en zijn uithoudingsvermogen. Hetzelfde, het kracht is iets meer. Agressie is iets meer. Springen, dus. Als zou je iemand moeten kopen,
Dat had ik zeker voor Di Maria gegaan, aangezien ik het geld er ook voor heb. Ja, kan ik ook Neymar in mijn team stoppen. Hij was 935k. Volgens mij is hij alweer een beetje omhoog aan het gaan. Zodra hij omhoog gaat, ga ik hem wel verkopen, denk ik. En dan zet ik op rechts meer, ga ik dan weer sparen van Messi. Eens kijken ja, wat die momenteel waard was. De laatste keer, een uurtje geleden, keek ik op FUTBIN, was hij dit ongeveer. Oké, hij is weer aan het stijgen. Is toch wel mooi om te zien. Ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze, ja, toch wel korte video. Maar ja, ik hoop dat jullie het toch wel leuk vonden. Hier heb ik ook nog wat Rakitic staan, want er komt een play-off met Messi aan. Die ik graag wil, maar ja. Moet ik ook natuurlijk wel wat coins hebben. En als ik Neymar verkoop, misschien kan ik hem dan doen. Met nog Di Maria en heel veel andere spelers. Iets van 700 of zo, ja. Nou, wil ik je bedanken voor het kijken. Laat even die like achter. Abonneer ook op mijn kanaal. Ga richting de 60 abonnees. En dan zie ik jou de volgende keer. Laters. Oké, jongens, ik had gezegd dat ik de video af had gesloten. Maar ik ga toch aan jullie laten zien hoe Di Maria speelt. Dus ja, ik ga momenteel 15-04. Wel prima. Goud 1 ja, is natuurlijk in zicht. Wat ik elke week standaard haal. Dit is de ploeg. Ja, een hele goede ploeg natuurlijk. Neymar, Ronaldo. De spits is Tonelli, dat is een middenvelder. Nainggolan, Roberto Carlos op centraal verdediger. Hij is wel klein, maar hij is natuurlijk wel heel snel. Ja, we gaan zien hoe goed Di Goedemorgen Maria en is. welkom allemaal Ik ben vanuit dit best wel benieuwd. stadion. Ronaldo, die speelt tegen Kylian Mbappé. Doet hij Ongelooflijk goed, voor Di een ballen Maria? daar. Dit zijn twee geweldige voetballers Komt om hij naar te weer? kijken. Hij is Altijd natuurlijk in links, dus ik kan wel een goed controle, voorzetje goed geven. passeren. En Een soort altijd van, uit de de kans kluts. krijgen Ja om hoor. te komen. Nou, 1-0 dat voor, ben je er. doet me toch wel heel erg snel. Voor de Even een Memphis tegenstander is Depay dat wel eens even celebration. koud water in het gezicht krijgen. Let's go, 1-0. Ja, Kylian Mbappé dat is goed krijgt gedaan. het ingestuurd. Stiffy, Ben ja Yedder. lekker. Toch, toch? Ja, En hij gelukkig. zit en zo wordt de voorsprong groter. Ben je er? Is wat een lekkere Met voetballer. 2-0. Ja, de tegenstanders. Ik heb ook nog een 100k pakketje, want dan heb ik 200 Hazard. de Champions wedstrijden gewonnen. Eden Hazard. En Team of the Neymar Group Jr. is natuurlijk ook nog in packs. Dus ja. Maar ja, het is natuurlijk ook een gratis Balbezit pakketje, en dus Messi. hartstikke lekker. Hier gaan we weer. Ja, goede actie Di Maria. Kan niet Vindt assist Ronaldo hier opleveren. eindelijk. Geweldige mogelijkheid Op voor Mbappé. Mbappé. Ja, een beetje Zonder laat een bal geschoten op van mij. zoek. Dat is wel een goede bal. Roberto Carlos aangespeeld. N'Golo Kanté steekt er een stokje voor. Ja, tuurlijk gaat hij weer. Hij is ook echt wel snel hoor, Di Maria. Dit maakt het allemaal Oké, niet zo Di prettig voor Maria. Filipje. Zeker als het lukt. Naar binnen. Voor je linker. Di Of voor je rechter Maria kan is ook. nog niet En klaar. dan in de Mooie clutch. combinatie ook Met weer. heel veel geluk Kylian Mbappé scoort hij aangespeeld. toch wel Kylian. En het zijn eerste doelpunt doelpunt in mijn zo club. geïnstrueerd. Maar ja, wat heeft dat voor zin? Tegen een speler met Berizzi, dit kalma, talent. kalma. 3-0. Easy game. Koeman wist het Wel niet raar eens dat te hij met stoppen. zijn rechts schoot. Maar dan gaat hij er alsnog in. Aangezien hij twee zo weak voet heb. Neymar precies op de goede plek staat. En Maar alleen zoals je Messi ziet heeft heb je doelpunt gescoord. gescoord waar ik erg Dat blij moeten mee we ben. zeggen. Er zit een hele. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Angel Goed Di daar de Maria. druk gevoetbald. Ruimte voor de counter. De verdediging is snel genoeg terug en Oké, Di neutraliseert de Maria. counter. Di Maria. Goed, geef maar breed, Komt de jongen. bal terug. Het is maar niet Ja, dit waar. is wel slecht Zal geschoten, maar deze drie man verdediger gaat er weer toch weer terugkomen? in. En zijn naam staat nu Toch weer driemaal een op het assist en een bord. goal. Een echte hat-trick. En deze ben je er op al drie goals. Nainggolan. Gaat hij Hulst. nog een doelpunt scoren? Ja. Lekker doelpunt. Dat wel, maar ja. Hulpeloos dit doelpunt. Je hebt er niet Je zoveel kan meer het aan. nog verliezen, maar het. Ze zijn er nog blij mee, maar of je er wat aan hebt, dat niet. Ja, dan gaat deze nog even in. Nou, ik ben Eigenlijk nog blij even dat een die doelpuntje supporters met van de deze ploeg man. hier even een goaltje mee pikken. Hop. Anders wordt dit Ja, een mooie beslissende actie. nederlaag. Ja, maar een nederlaag is een nederlaag. Het geeft nog een klein beetje Dit is heel geluk. mooi. Geef dan Maar maar die hoe dan ook, assist. is het Jammer. voor hun natuurlijk toch een treurige dag. Nog 2 minuten extra speeltijd en Ik dan vind hem wordt erg het fijn oorlog. spelen. Hij is lekker behendig. Het Daar enige gaat de nadeel is bal natuurlijk dat zitten. hij maar twee stop weakfoot heb.
Oké, we hebben de wedstrijd gewonnen, 1-4 gewonnen. Moet je bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer, geef even een like en zie ik jou de volgende keer. Laters.